Ik ben Alfons Langveld. We hebben een melkveebedrijf met een 70 koeien. En sinds kort melken we met de melkrobot. Ja, in eerste instantie zijn we met meerdere verschillende merken in zee gegaan. We hebben toch voor dit merk gekozen, omdat we denken dat deze qua onderhoud en duurzaamheid als best uit de bus komt. Voor het traject ben ik naar verschillende merken weer eens kijken. Wat mij direct opviel is dat bij Fullwood er werd niet gesproken over het aansluiten van de uiers. Dat gebeurt ook bij ieder merk goed. Wat me meteen opviel is dat bij Fullwood er werd gesproken over de kwaliteit van het melken. De kwaliteit van het uitmelken, de streamtechniek, die werd zeer uitgebreid uitgelegd. En eigenlijk is dat ook het belangrijkste wat een robot doen moet. Je moet gewoon goed melken. En daar heb ik volledig vertrouwen in dat gebeurt. Verder heeft het vertrouwen in de dealer ook meegespeeld. De Mulleman gaf meteen een vertrouwd gevoel. En dat is toch wel belangrijk, omdat je jaren met elkaar verder moet werken met de robot. Ja, de ervaringen zijn tot nu toe zeer positief. De koeien lopen goed. Ik heb weinig werk meer. De celgetal en de kiemgetal en zo zijn eigenlijk alleen maar verbeterd sinds we melken. Ja, het kiemgetal is goed gebleven. We zaten al vrij laag. Zit nu nog op 8. En het celgetal hetzelfde hadden we redelijk goed. En maar is zelfs iets gezakt naar 102. En we hopen dat we dit vast kunnen houden. Wat erg opviel is dat de rust in de stal, wie er meteen was, de koeien gingen rustig de box in. Dus ze beurden bijna de poort niet op met het aansluiten. Ik denk zelf dat het komt doordat het zeer geluidsarm arm is. Daar zijn we zeer tevreden over. Ja, al met al zijn we zeer tevreden met de melkrobot, met de melktechniek. En we hopen nog een 20 jaar zo door te gaan. Hoogstwaarschijnlijk hebben we geen opvolger. Maar het lijkt me ontzettend plezierig om op deze manier verder te boeren.